Hartelijk welkom mensen weer bij zijn boodschap in Daniel. En wel hoofdstuk 3, het derde en laatste deel. We gaan verder weer met Gods woord. We hebben al een hele hoop geleerd. Het gaat vooral natuurlijk om de vuurproef die de drie vrienden van Daniel mee moesten maken. En die wij straks ook mee moeten maken. Gods kinderen die in Babylon zitten. En al die chartuken, kerken die moeten er allemaal nog uitkomen. En daarvoor hebben we hier een geweldig voorbeeld. Maar we gaan verder, het zijn nog bijzonderheden die te herkennen zijn, ook weer in onze tijd. Laten we maar eens kijken. Daniel 3 vers 21a. Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen. Dat is al heel bijzonder. Hieruit blijkt dat alles wat Gods kinderen bezitten, zal worden vernietigd. Niets mag meer van hun gevonden worden. Zelfs de kleren moesten mee verbrand worden. Hieruit blijkt de haat die ontstaat tegenover Gods oprechte kinderen, die de wet van God boven menselijke wetten stellen. We zien dat alles, alles tegen ons gekeerd wordt, tegen u en mij. Dat alles ook verbrand moet worden. Er bleef helemaal niets over. Dus zo was het toen en zo zal het weer gaan. Nu niet voor te stellen misschien, maar neemt u van mij in als er hongersnood is. Hebben we hebben een heel rijtje opgenoemd en epidemieën en ziektes. En deze wereld staat onder zo'n enorme druk. Dan zult u merken wat er dan staat te gebeuren. Dat is niet voor te stellen. Dan worden mensen ook heel andere mensen. En dat lezen we hier ook. En zij wierpen hen in het midden van den oven des brandenden vuurs. Waarom wordt hier expliciet het midden van des ovens genoemd? Daar waar het vuur het heetst is. En dat is altijd in de kern van het vuur. Daar zal geen ontkomen meer mogelijk zijn. Gods laatste overblijfsel zal in het middelpunt van de wereldgeschiedenis komen te staan. Iedereen is op de hoogte van hun strijd met deze wereld. Iedereen zal op de hoogte zijn met hetgeen deze dienstknechten van God aan de mensheid op aarde hebben te melden. En dat is. Als wij God willen eren, zoals God het heeft voorgeschreven moeten wij dit op de zevende dag van de week doen. En dat is de Sabbatdag. Daar draait alles om. Het draait om Gods wet. En als wij Gods wet in ons hart hebben, dan kunnen wij niet anders dan op die geheiligde en gezegende dag, de zevende dag van de week, die Sabbat, God eer. En dat is het middelpunt. Dat zal het middelpunt van de hele crisis worden in de tijd van het einde heel wat mensen zeggen niet voor te stellen. Nou, neemt u van mij aan, in het midden van des ovens, in het midden van het gewoel, zal blijken hoe Gods kinderen zullen moeten staan. En het is toch wel heel mooi dat we elke keer mogen weten dat Jezus Christus bij ons is, hè? Het is een geweldige strijd, maar Jezus Christus met zijn heilige engelen zullen ons behoeden en bewaren. En steunen en sterken, op wat voor manieren dan ook maar. Dus dat moeten we heel goed blijven vasthouden. Daarom dan, terwijl het woord des konings aandreef en de oven zeer heet was, de gemoederen zijn zeer heet tot de uiterste grenzen bereikt zijn. Hier lezen we dat de koning bleef aandringen om het vuur verheet heet mogelijk te maken. Juist tijdens de nieuwe wereldorde zullen de machthebbers met in het bijzonder het pausdom kwaad zijn. Als het om het overblijfsel gaat. Dat niet wil doen wat de massa in deze gehele wereld wel zal doen. En dat is de leider van deze nieuwe wereldorde te aanbidden. Door de zondag als rustdag te houden. En daarmee hem de eer te brengen die God want zo ligt de zaak. Dan blijkt dat het de paus niet te doen is om de vrede te herstellen op aarde door het terrorisme te vernietigen, maar om deze kleine groep getrouwe bijbelchristenen te vernietigen van deze aarde. Dus waar draait het om? Denken de mensen om terrorisme, maar daar gaat het niet om. De hele wereld is misleid. Het gaat om één ding, om die Bijbelchristenen. Die Sabbatvierders, die moeten van deze aarde verdwijnen. Want dat zijn ze, die hebben het gedaan. Vals de paus. En we hebben weer zo'n situatie als in de middeleeuwen. Zoals je zult begrijpen. En nu nog vast niet voor te stellen. Als er geen hongersnoden zijn en rust is en de gemoederen zijn bedaard... Niets aan de hand. Nou, dat wordt anders. In de vers 22b zien we: Zo hebben de vonken des vuurs die mannen. die zaterdag, meester en Abnegel opgeheven hadden. gedood. Dat is ook bijzonder. Hier lezen we ook dat die sterke man. sterke afgezanden van de wereldheerser. de vrijmetselaars. in de Verenigde Naties vertegenwoordigd. met daarbij de rechters van deze aarde. Door het extra opgestookte vuur werden gedood. Waarmee overduidelijk wordt aangegeven dat deze sterke mannen, die het overblijfsel hebben berecht en veroordeeld, zeker niet aan de door hen zelf ontstoken vuren, dus oordelen, zullen ontkomen. in de tijd van de berechting door God de Vader en zijn zoon Jezus Christus. En in het bijzonder na de zesde plaag, rondom de zesde plaag en de zevende plaag. Hier heb ik nog een advies voor u en nog een advies. Dus u doet er gewoon goed aan die adviezen ook op te vallen, dan zult u dat veel beter gaan zien. Sterke mannen, afgezanten van de koning, afgezanten van het pausdom, Jezuïeten spreken we over, VN-begeleiders, rechters. Ze hebben allemaal ervoor gezorgd dat Godskinderen in de verdrukking kwamen en die zullen dus ook allemaal berecht worden. En we zien ook direct berecht worden, want dit was een direct gevolg natuurlijk naar hetgeen wat zij deden. En niet over duizendjarige vrederijken rijken gesproken en dat soort dingen. We zien gewoon dat dit weer heel duidelijk in de Bijbel klopt ten opzichte van het verlossingsplan. Maar als die drie mannen Sadrach, naar en Abednego in het midden van den over des brandenden vuurs gebonden zijnde gevallen waren. Kijk eens. Maar toen die drie afgestanden van God voor de gehele wereld gevallen waren, en daarbij ook nog eens gebonden zijnde, hier blijkt dat het alleen in de overwerpen niet voldoende was. Ze waren ook nog gebonden. Dit gebonden zijn heeft alles te maken met het geloof beleven. Wanneer mensen gebonden worden hun geloof uit te leven of te beoefenen. Die gebondenheid, gebonden. De Satan wordt ook gebonden. En gebonden, maar dan niet letterlijk. Gebonden om Gods kinderen te misleiden. Daar gaat het om. Of afvalligen te misleiden. Wie dan ook maar. Dat is in die tijd van die duizend jaar, wordt die Satan gebonden. Maar hier is ook gebonden, letterlijkheid werden ze gebonden. Maar ook gebonden om geestelijk het woord uit te dragen. Gebonden om niet die Sabbat in alle vrijheid te kunnen en mogen hebben. Zoals God het heeft bedoeld in zijn geweldige schepping. En dat is tot stand gekomen bij Adam en Eva, zoals je weet. Want die hielden de Sabbat al, moet je goed begrijpen. Die wisten dat die Sabbatdag nodig was om God te heiligen. Dus die gebondenheid is weer heel bijzonder, ook in symbolische zin weer weergegeven. Toen ontzette zich de koning Nebuchadnezzar en hij stond op in der haast. Antwoordende zeiden tot zijn raadsheren, dus hij schrok enorm. Hier zien we de ontzetting van de koning, waarbij hij in der haast opstaat... En zijn raadsheren aanspreekt. Kijk, daar komen de raadsheren erbij. Deze wereldse machthebber werkte niet alleen. Zijn raadsheren waren wel degelijk bij deze terechtstelling aanwezig. En mede verantwoordelijk. Ook in de nieuwe wereldorde zullen raadslieden aanwezig zijn. Want er zullen dan nog twee, in totaal drie machthebbers zoals we weten, grote wereldse machthebbers bij deze terechtstellingen door de nieuwe wereldorde leider het pausdom aanwezig zijn en dat is eerste Amerika en de tweede de Verenigde Naties welke voor één uur de macht krijgen die tien koningen het komt natuurlijk en het spit zich allemaal op één punt toe en dat is die nieuwe machthebbers de nieuwe wereldorde die denken Gods kinderen hier van deze aardbodem af te kunnen vegen. En misschien denken ze wel, er komt een duizendjarig rijk, dus weg met die mensen. Ja, want de vervalsingen zijn zoveel en zo overvloedig over Gods woord aanwezig, door de Jezuïten ingebracht. En ook oudere Jezuïten die dat allemaal gedaan hebben om tegen dat protestantisme in te gaan. Want juist, zij weten heel goed, die Jezuïten... Die dit allemaal hebben veranderd. Wat protestantisme betekent. Dat het tegen het pausdom was. Dus. Er komt een absoluut belangrijk moment. om die waarheden. En voor dat ene uur die macht te krijgen. en dat daar zagen in komt. ook voor die wereldleiders. Dat kan niet dan, zoals je weet. En dan hebben we ook weer dat belangrijke plaat. Daar lopen we even snel doorheen. De zeven hoofden van het beest uit Openbaring 17 vers 10. Vijf zijn gevallen, dat weten wij. En de één is het zesde hoofd, de Amerika. En de andere is nog niet gekomen, de Verenigde Naties. En de achtste is uit de zeven, is het pausdom. En dan krijgen we 6, 6, 6. En dan de vrouw op het beest. Dat is het allerlaatste wat er zal geschieden. En. Ja, dat moment is ook het einde van de wereldgeschiedenis. En dat zien we dus ook hier gewoon letterlijk gebeuren. Bij Hanania, Michaël en Asaria. Dus die drie mannen waren in die oven gegooid. Dat weten we. En daar vroeg de koning ook om. Hebben wij niet drie mannen in het midden des vuurs gebonden zijnde geworpen? Zij antwoordden en zeiden tot een koning. Het is geweest, o koning. Dat wisten ze zeker. Hier blijkt dat de koning een bevestiging vraagt aan zijn raadsheren. Vergissingen werden uitgesloten door de bevestiging van zijn raadsheren. Dus het was geen per ongeluk dat ze iets misten of zoiets. Hoe groot zal de schrik zijn bij de voorgenomen terechtstellingen van Gods oprechte dienstknechten, de 144.000 en het overblijfsel, die niet alleen zullen staan in het vonnis maar beschermd zullen worden door de Allerhoogste, op wie zij hebben vertrouwd, hoe zal die schrik zijn van die mensen? Maar een nog grotere schrik zullen deze wereldheersers ervaren dat zij Gods kinderen, Zijn oogappel, van deze aardbodem willen uitroeien. Hun lot is hiermee ook beslist. Dat zal hun op dat moment duidelijk voor ogen staan. En dat is ook dat moment dat die Eufraat opdroogt. Let op, want Eufraat heeft alles te maken ook met het, zoals je weet, islamitische geloof, de islam. En ook die radicale islamieten, die heel veel hebben opgestookt, laat het zo maar even noemen, richting ook het pausdom. En dat wil niet zeggen dat ze die direct tegen de christenen zijn, maar. Die zien ook weer in wat de pausdom heeft gedaan. Dat die rustdag is veranderd, waar ze in mee zijn gegaan. En dan komt er iets los natuurlijk. Ze zien, wacht even, wij zitten verkeerd. Wij hebben de verkeerde partij gekozen. Het pausdom, daar zijn wij in meegegaan. En ook al die mensen zijn blind het pausdom gevolgd. En die zien dus heel veel gebeuren op dat moment. Er zal een enorme schrik zijn, omdat. Gods kinderen aangewezen worden door Jezus Christus persoonlijk in die tijd van het einde. Hij antwoordde en zei: Ziet, ik zie vier mannen loswandelende in het midden des vuurs. De verborgenheid der godzaligheid wordt openbaar voor de gehele wereld, maar ook de verborgenheid der ongerechtigheid wordt openbaar voor de gehele wereld, zoals ik u al zei. En dat zal een schrik zijn. Hier blijkt dat het goddelijke patroon, de 3 plus 1 combinatie, weer naar voren komt. Door de gehele Bijbel heen zien we dit. Waarbij Gods verlossingsplan juist met het overblijfsel en de 144.000 zich ontplooit. Deze 3 plus 1 combinatie zien we bij de tempelbouw. Hier verschijnen drie decreten plus één decreet. En in Daniel zijn dit Daniel en zijn drie vrienden. De drie engelenboodschap, openbaring 14 plus de vierde engel, openbaring 18. Op nog veel meer plaatsen wordt de drie plus één combinatie in de Bijbel gezien. Maar dit wordt uitvoerig in de verdieping presentaties, volume 3 en 4 behandeld. Dat zou nu veel te ver voeren, natuurlijk, maar weet. Dat die drie plus één combinatie iets bijzonders is. Dat is een stukje openbaring, wat Gods kinderen ook zullen zien en zullen gaan begrijpen. En op een bepaald moment zal men, de godelozen en de naamchristen en die macht hebben ze daar ook iets van begrijpen. Natuurlijk lang niet alles dan wat wij mogen begrijpen, want ze willen het niet begrijpen, dat begrijpt u. Maar het allerbelangrijkste is dat daar wel die ongerechtigheid ook geopenbaard wordt. En dat leven ze zo mooi in deze geschiedenis. En in vers 25b staat: En er is geen verderf aan hen. En de gedaante des vierden is gelijk een zoons der goden. Hier zien we dat er geen enkel verderf aan hen is. Zo heeft God zijn oprechte dienstknechten toen bewaard. En dat zal hij nogmaals doen: in de tijd van het einde. Wanneer ook een decreet wordt uitgevaardigd om de Sabbatvierdes, het overblijfsel en de 144.000 ter dood te brengen. Juist deze vierde wordt hier uitgedrukt als een zoons der goden, waarbij de King James versie bijbel dit beter uitdrukt in, moet u eens kijken, son of God. En dat betekent de zoon van God. We zien dat Nebuchadnezzar goed op de hoogte moet zijn geweest met de bijbel omdat de uitdrukking de Zoon van God werd gebruikt. En niet eens zoons der goden. Dat is weer zo'n vertaalslagje, zoals u ziet. De Zoon van God. En wij weten zelf ook heel duidelijk dat Jezus Christus de Alpha en Omega is. Dat weet u. En dat hij daarbij aanwezig was, persoonlijk bij aanwezig was. Geweldig mooi om dat te verstaan. En Jezus Christus zal ook persoonlijk bij u en mij aanwezig zijn. Dat lezen we hier heel duidelijk in Daniel 3, vers 25. Geweldig. Dat moet toch een bemoediging voor u en voor mij zijn? Voor mij althans wel, dat kan ik u beloven. Dat Jezus Christus dan persoonlijk bij ons is om ons te steunen en te sterken in die moeilijke tijd. En er is nog een tweede theorie over, hoor. die wil ik toch even met u bespreken. En er is nog een tweede theorie over Daniel 3, vers 25. Ook is het goed mogelijk dat de uitdrukking eens zoons der goden, zoals deze in de Statenvertaling Bijbel wordt weergegeven, ook goed kan kloppen. Want dat de koning veel aan afgodendienst deed, weten wij. Want een zoons der goden, dat wil ook zeggen, hij gleek op een bovennatuurlijk goddelijk wezen. Want later noemde de Nepukinese deze een Engel, zie vers 28. Het kan. Het kan dat. Natuurlijk, dat wel kan kloppen. Maar wij weten heel duidelijk dat Jezus Christus daarbij aanwezig is geweest. Kijk, Nebuchadnezzar was lang niet op de hoogte, natuurlijk, van Gods Woord, als wij nu. Dus wij zien ook veel duidelijker, net zoals in. Openbaring 10, de engel die naar beneden komt, dat is Jezus Christus. Dat kan niet anders, omdat die verschijning helemaal klopt. En die hoofdletters weer terugkomen. Bijzonder. Maar dit als aanvulling op Daniel 3, vers 25. En dan gaan we nu naar vers 26 van Daniel 3. Toen naderde Nebugenezen tot de deur van den oven des brandend vuurs. Antwoordende en sprak: Hier zien we dat Sadrach, Mezach en Abednego niet zelf uit de brandende oven kwamen. Ze waren op het bevel van de koning en zijn raadsheren in het midden van het vuur de brandende oven geworpen. Nu moest hij hen tot zijn eigen schaamte er ook weer uitroepen. Wat een vernedering voor deze wereldheerser. Deze vernedering zullen de toekomstige wereldheersers verenigd in de, ...nieuwe wereldorde ook moeten ondergaan. Als blijkt dat het doodste kreet, ...dat ze gods oprechte kinderen hebben opgelegd... ...niet heeft gewerkt. Maar dan is het ook voor hun te laat, te laat. Wanneer ze zelf inzien dat dit de oprechte volgelingen... ...van Jezus Christus zijn en waren. Een schaamteloze vertoning wordt dat straks. Met dat grote feest van die nieuwe wereldorde... En dan zal er van alles gebeuren voor een korte tijd, voor een uur. Het wordt een absolute schaamteloze vertoning. En dat zien we dus hier ook. Dat tot zijn schaamte moest. Nee, nee, ze hun eruit roepen. Ja, dat was natuurlijk. Hij bracht ze het eerst in. Ja, toen kom er alstublieft maar weer uit. Want ik weet niet wat hier aan de hand is. Geweldig voor ons om dat te zien en te begrijpen. Maar ook geweldig hoe God die wereldheersers laat zien hoe, hoe ze van hem afhankelijk zijn natuurlijk en wij beschermd worden. Gods oprechte kinderen. Daniel 3 vers 26b: Gij, Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten des Allerhoogsten Gods, gaat uit en komt hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden des vuurs. Hier stelt de Afgodische koning zelf vast wie deze drie vrienden zijn, namelijk gij knechten des allerhoogsten Gods. Wat een erkentnis van een heerser van de toenmalige wereld. Wat een erkentnis van de toekomstige wereldheersers in de nieuwe wereldorde, wanneer ze zien dat God zijn kinderen heeft beschermd uit het midden van een joelende menigte welke op wraak zend speelde. De roep klinkt, gaat uit en komt hier, wordt er dan gehoord. Dit is ook het moment dat de verborgenheid der godzaligheid geopenbaard zal worden. Dat mag duidelijk zijn. Daar kan niemand meer tegenaan. Want gij, u, dienstknechten en ik, dienstknechten van de Allerhoogste God. Want zo worden wij genoemd. En dat mogen we ook zijn op dat moment. Als we door die vuurproef heen komen. God... Eert ons al in Daniel 3, vers 26. Wij worden zonen van God genoemd, lees u me naar na in de Bijbel, is dat niet geweldig. Wat bijzonder laat God zijn verlossingsplan zien. Wat kunnen we daar ook van genieten? We weten dat we enorm in het vuurpeloton staan, om het zomaar uit te drukken. En onder druk staan, en hebben we in deel 3 heel nadrukkelijk gezien. Maar we weten ook hoe Jezus Christus met ons zal zijn. Dat zien we heel duidelijk in deel 3. In deel 2 hebben we het de andere kant gezien natuurlijk. Maar we weten nu wie onze geliefde Heer Jezus Christus is. Dat Hij ons op het allerlaatst komt redden, prijs de Heer. En dan gaan we weer naar een chiasma toe. Dan kunnen we weer invullen. Het letterlijke Babylon en het geestelijke Babylon. Gods ingrijpen in de nieuwe wereldorde en de 144.000 in de tijd van het einde, met het overblijfsel. Geen klederen, reine klederen, sterke mannen gedood, vlees van de sterken gedood. Gevallen door oprechtheid, gevallen is Babylon in onoprechtheid. In de haast wordt iets geregeld. In de korte tijd van een uur is er macht. Godzoon komt in vuur, geeft redding. Godzoon komt op de wolken en geeft ook een redding. De koning roept gaat uit en komt hier. De engel roept gaat uit van haar mijn volk. De vuurproef. En zie zelf hier en daar punten ook na en vul zelf ook aan. Want er zijn nog veel meer dingen die u hier uit kunt halen. Maar het gaat erom dat u gaat zien hoe duidelijk het verlossingsplan in het Oude en Nieuwe Testament ligt. Dus niet alleen Openbaring, maar ook Daniel. En hoe nauw Daniel en Openbaring in elkaar sluiten. Perfect, perfect. We gaan verder met Daniel 3, vers 27. Toen vergaderden de stadhouders, de overheden en de landvolden en de raadsheren des konings. Deze mannen beziende. Ze konden het nog niet geloven. Het Illuminati-nieuws zouden we dat bijna noemen. Als God gaat ingrijpen, wordt daarbij de gehele wereld in opschudding gebracht. En dat zal straks weer zo zijn. Iedereen zal hierbij betrokken zijn. De vereering van het grote gouden beeld was vergeten. De belangstelling van de wereldheersers en de joelende mensenmassa was gericht op deze goddelijke tussenkomst. Men had een volledige ommekeer in hun denken meegemaakt waarbij niet de afgoden vereerd moesten worden, maar de schepper van hemel en aarde. Daar konden ze iets een glimp zien van die heiligheid hier op aarde. Het gordijn is hier geopend voor de Illuminati. Dat was groot nieuws, maar ze konden niet echt in Gods Woord geloven En ze hebben ook nooit Gods woord goed begrepen. Want anders hadden ze onherroepelijk dit nooit gedaan. Maar dan is het laat natuurlijk, dat begrijpen we allemaal. Maar we zien heel nadrukkelijk. Toen vergaderden de stadhouders en al die mensen zich. Want hoe moeten we dit oplossen? Hoe kunnen we dit voorkomen voor ons eigen gezicht? We vallen helemaal door de mand. In wereldse termen even uitgedrukt. Maar dan kunnen ze ook niets meer daartegen doen. Dan is het gebeurd. Omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had... en dat het haar, hun hoofd, niet verbrand was... en hun mantels niet veranderd waren... ja, dat de reuk des vuurs daardoor niet gegaan was. Natuurlijk moest er eerst onderzoek worden gedaan naar hun klederen. Straks zal er ook onderzoek gedaan worden naar onze klederen... Dan gaat het om het witte kleed der gerechtigheid van Jezus Christus. Waardoor men persoonlijk door God beschermd wordt in de tijd van het einde. Maar voor al de goddelozen en de naam christenen, duidelijk erbij te vernoemen, is dan de genade deur dicht voor een ieder die niet het witte kleed der gerechtigheid van Christus in zijn leven heeft aangedaan. Hij zei, is dan. Voor eeuwig verloren. En dat witte kleed van Jezus Christus, Zijn gerechtigheid, Jezus Christus in ons, Zijn wet, Zijn karakter in ons, want u weet, het karakter is het paspoort voor de hemel, moeten wij in ons hebben. En ongeacht wat er gebeurt, er zullen absoluut martelaren zijn die gestorven zijn, maar er zullen ook overgeblevenen zijn. En hoe dat precies zit, lieve mensen, dat zal ons in de eeuwigheid allemaal geopenbaard worden. Uh, er wordt ons nu al heel veel geopenbaard en dan worden er heel veel vragen gesteld ja zijn er dan alleen maar de 144.000 die overblijven de rest niet en hoe zit het dan met die martelaar die zaterdags meezagen in Apotnego de drie vrienden in de tijd van het einde bepaalde dingen kunnen we niet echt uit de Bijbel halen maar die blijken wel heel duidelijk want kan een zondaar God zien Nee, nooit. En dan kunt u een hele hoop op in gaan vullen. En nogmaals, de blijven dingen verborgen. Ook voor Gods oprechte kinderen. Ook voor de 144.000. Maar dat is helemaal niet erg. Gods woord vertelt ons dus meer dan genoeg, waardoor wij kunnen leven en behouden kunnen worden. Blijf dat inzien. En ga niet op kleine details u focussen, dan mist u natuurlijk het complete beeld. En dan gaan wij kijken in vers 28. Nebukadnezar antwoordde en zeide: Gelooft zij de God van Sadrach, Mezag en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft. Daar komt het woord engel weer terug. Het bijzondere van Nebukadnezar was dat hij zijn hart niet verhardde, zoals zoveel van zijn voorgangers en wereldheersers, zoals bijvoorbeeld een farao. Juist in de eindgeschiedenis zien we dat Nebukadnezar nog eenmaal God looft en prijst en na een jaar sterft. Dat zien we in Daniel 4 straks. Bijzonder is ook dat God tot driemaal toe koning Nebukadnezar heeft getoond wie hij is, de schepper van de hemel en de aarde, en dat hij de wereldheerschappij in zijn hand heeft. Hier wordt ook van de engel gesproken, waarbij. Vaak wordt gezegd dat Christus de vierde persoon was, welke zich in de oven bevond. Hebben we besproken. Hier zijn de meningen over verdeeld, wat niet van groot belang hoeft te zijn. Ik heb dat zo pas ook al gezegd: let op, focus u niet te veel op hele specifieke dingen. Is niet zo erg. Maar wij weten dat die koning een hele goede les heeft geleerd. En voor hem was het gelukkig nog niet laat. Dat lezen we in vier straks. Maar voor al die machthebbers is het straks absoluut te laat. Dat begrijpen we allemaal. Daniel 28b. Die op hem vertrouwd hebben. En des konings woord veranderd. En hun lichamen overgegeven hebben. Opdat zij geen God eerden. Nog aanbaden dan hun God. Hier doet Nebukadnezar, Dus die wereldheerser. Een openbare beleidenis. Hoe duidelijk en opvallend. En in een geweldig verheven licht werd hierdoor de God van de Hebreeën, onze God van Abraham, Isaac en Jacob, geplaatst in vergelijking met de afgoden van andere naties. De verborgenheid der ongerechtigheid en de godzaligheid werden openbaar. Het was de erkenning dat Hij de mensen verantwoordelijk stelt voor hun karakter en dat Hij niet onverschillig is. Ten aanzien van hun handelwijze. Want hij bestraft degene die morele plichten verzaakt en zegent degene die daaraan vasthouden, ook in de eindtijd. Waarom doet Nebuchadnezzar hier zo'n openbare beleidenis? Om die wereldheersers die ze nu zijn te laten beseffen dat zij dat ook moeten doen. En ze zullen absoluut wereldheersers zijn in die tijd. Die zich bekeren. Laten we dat ook goed voorop stellen. Want dat lezen we natuurlijk hier. Hè. Dus gelukkig zijn er wereldheersers die zelfs de Sabbatvierders, de Sabbathouders steunen. Het overblijfsel in 144.000. Daar zorgt God voor. Want God verandert ook harten. Dat zien we. Ook van Nebuchadnezzar. Dus ook wereldheersers. Maar dat zullen er weinigen zijn. Dat begrijpt u nu natuurlijk heel goed. En die zullen... Bijstand geven en ook gered kunnen worden. Maar let op, het blijft die machthebbers, de nieuwe wereldorde, die zal absoluut verloren gaan. Die zullen echt niet meer gered worden hoor. Laten we dat wel even goed voorop stellen. Voor het geval dat u denkt: van ja, maar God is toch liefde? Nou, ze worden wel verantwoordelijk gesteld voor hetgeen wat ze hebben gedaan. En die anderen, dat heeft zich veel meer in die voorperiode afgespeeld. Tussen de zondagswet en de genadedeur, dat die dicht gaat voor het de mensheid. Hoe stond het toen met de afgoderij? In die dagen had elke natie zijn afgod of goden, want er waren vele goden en vele heren. Naar hun mening werd de overwinning van het ene volk op het andere behaald, omdat de goden van de onderworpen natie niet in staat waren hen uit de handen van de overwinnaars te bevrijden. De Babyloniërs hadden de volledige overwinning behaald over de Joden. En ongetwijfeld zullen zij vaak met minachting en spot over de God der Joden hebben gesproken. Zie de geschiedenis maar eens van Belshazzar. Het Vaticaan, IHS, Isis Horacep, heeft er alles mee te maken. Hoe staat het momenteel met de afgodendiensten en valse aanbiddingen en welke vorm dan ook? U ziet hier... Nogmaals, al die afgodendiensten die volledig in het Vaticaan heersen. U weet dat, ik heb er al zoveel over gesproken, dus daar gaan we nu niet op in. En dat is er dan volop aanwezig. En die mensen moeten natuurlijk allemaal kiezen. Daarom wordt van mij een bevel gegeven dat alle volk, natie, tong. Die lastering spreekt tegen een god van Sadrach, mesag en abednego. In stukken gehouden worden. En zijn huis tot een drekhoop gesteld worden. Wat een getuigenis. Hier werd een bevel gegeven. En het vonnis werd uitgesproken door een aardse wereldheerser. Over alle afgoden in die tijd. Ook straks zal dit vonnis worden uitgesproken. Als de verborgenheid der ongerechtigheid geopenbaard zal worden. En het vonnis van God luidt. dat alle volk, natie en tong. die lastering spreekt tegen den God. en den schepper van hemel en aarde. in stukken gehouden worden. en zijn huis tot een drekhoop gesteld worden. Dat is Gods uitspraak. Die komt. precies hetzelfde wat de koning toen ook beviel. Ja, en, en op een bepaald moment. Dan moeten wij hier toch iets uit leren. Iedereen moet toch uit deze geschiedenis, van Sadrach, Mesach en Abednego, de drie vrienden van Daniel, waar Daniel juist niet bij was, iets uit leren. En ook van die koning moet u toch iets leren. Als u als raadslieden aangewezen bent in deze wereld, dan is er nog redding. Indien u zich bekeert, in die tijd tussen de zondagswet en het moment vlak voor de plagen uitbreken dat de genade deur dicht gaat. Welke diepgaande les ligt hier voor ons in besloten? Als wij in deze tijd met alle winden van valse leer meewaaien... dan zal de naam van de ware God niet op zulke wijze... in het letterlijke Babylon, maar ook niet in het geestelijke Babylon... verheerlijkt worden. Hoe belangrijk is een standvaste geloof in Gods onfeilbaar woord... Waardoor wij staande kunnen blijven. In de tijd van benauwdheid. Juist in de tijd waarin we nu leven. Pas op voor de valse leer van Babylon. En sta als godsdienstknechten. Paul in de vurige oven. Ongeacht wat u overkomt. Heel nadrukkelijk wil ik ook Gods kinderen in de Laodicea gemeente waarschuwen. Die heel veel licht hebben gekregen. Tot drie getuigen aan toe dat ze staan moeten en nu nog keuze kunnen maken voor de zondagswet, want na de zondagswet kunnen ze geen keuze meer maken, dan zijn het martelaren onherroepelijk. Dan kunnen ze ook nooit meer bij die 144.000 horen en mogen ze ook niet meer horen, want de kansen zijn dan voorbij. Dus let op: voor een ieder, Gods kinderen die uit Babylon komen, en Gods kinderen die uit de Laodicea gemeente komen. Ja, daar waarschuwt God voor. En ieder heeft zijn deel in die Jacobsbenauwdheid benauwdheid. En zijn verplichtingen ten opzichte van onze God ervaren. Want er is geen ander God die al zo verlossen kan. De lessen die God toen gaf aan Nebuchadnezzar. En ook nu aan de huidige wereldheersers. Moesten hun stralen aanwerpen tot het einde der tijden. Volkeren. En wereldheersers moesten leren uit de ervaring der eeuwen. De allerhoogste is geen onverschillige landheer, met hoofdletter, die zich van een gevallen planeet als deze aarde niets aantrekt. Hij bevindt zich steeds achter de schermen van het rijk der mensen, als de grote bouwmeester die ongezien zijn wonderwerken voltrekt, waarbij hij een beroep doet op zijn oprechte Trouwe volgelingen, waarvan u één mag zijn. En de vraag is natuurlijk, wilt u daar één van zijn? Daar blijft het altijd bij. Het is een vrije keus. Maar zie wel de consequenties tegemoet. Voor Gods kinderen in de Laodiceeën gemeente, de zevende dags 24 miljoen verspreid over deze hele wereld, weet wat er te gebeuren staat en welke keuze je moet maken. En ook Gods kinderen in al die andere kerken, in de Shartukumene. U weet wat voor keus u moet maken. En het is een vrije keus, dat weet u. Maar als u een volgeling van Jezus Christus bent, dan weet u wat voor keus u moet maken. Toen maakte de koning Sadrach, Mezach en Abednego voorspoedig, ziet u dat, in het landschap van Babel. Hier zien we dat de koning, maar ook God, zijn oprechte kinderen voorspoedig maakt als ze doen wat hij van hun vraag. Wij krijgen hier nu al antwoord op. De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels. En die er velen rechtvaardigen gelijk de sterren, altoos en eeuwig. En u weet, dat moet wijzen zijn bij leraars. Geweldig mooi. Dat is wat Daniel te horen heeft gekregen van onze God de Vader. Dat moest hij opschrijven in Daniel 12. U zult blinken als het glans des uitspansels. En die velen gerechtvaardigd hebben, juist die 144.000, gelijk sterren. Sterren aan de hemel. Voor altoos en eeuwig. Is dat niet geweldig? Die eeuwigheid, die moeten wij voor ogen houden. Niet wat hier op deze betoverde grond, deze aarde allemaal gebeurt. Er is allemaal niets, het verdwijnt allemaal. We krijgen straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Deze aarde wordt volledig gereinigd, zoals je weet. En dan gaan we nog eens een keer kijken. Nogmaals naar die giastische structuur. Dan zitten er nog een paar punten in die belangrijk zijn. Kijkt u nog eenmaal met me mee. De giastische structuur. Gods ingrijp. Vergaderen. Hen vergaderden. Klederen beziende. Ongedeerd. Klederen bewaard. Niet naakt. Geen haar verbrand of reukvuur, geen vlek of rempel, onberispelijk. Bevel geeft die lastering spreekt, vergeld haar gelijk ook zij vergolden heeft. In stukken en tot een drekhoop gesteld, ongemengd, gepeinigd met vuur en zwavel. Geen andere God kan zo verlossen, het heil en de kracht en koningschap van onze God. Is het niet geweldig, lieve mensen, als we dit allemaal gaan verstaan? Voelt u ook iets in uw hart dat u zegt: Ik wil veranderen? God geeft mij een opdracht. U een opdracht. Ook mij heeft hij mij ook gegeven. Wat is Gods opdracht aan ons? Dat heeft hij. Dat de drie vrienden van Daniel door het vuur niet werden beschadigd en verteerd was een groot wonder. Maar dat zij innerlijk niet beschadigd waren door de ontaarde atmosfeer. Van het Koninklijk Hof van Babylon was eveneens een nog groter wonder. Voor de Heer sterven eist geloof, maar voor de Heer leven een nog groter geloof. Hoe staat het met uw innerlijk geloofsleven? Bent u voorbereid op de huidige dwalingen? Want zo is het. Dan bent u ook voorbereid op de voerproef. Want als u weet wat verdwalingen momenteel zijn, en als u gaat beseffen wat voor vuurproeven krijgen, dan bent u daarop voorbereid. Dan heeft de duivel helemaal geen vat meer op u, helemaal niets meer. Is dat niet geweldig? Dat is het geloof van Jezus in uw hart hebben. De geboden Gods in uw hart hebben. En een geheiligd leven van Hem, door Hem kunnen leiden, zonder zonde. De vraag blijft over. Nu ook voor u, voor mij. Voor ons allemaal. En dat is. Hoe standvastig is uw geloof en uw karakter? Hoeveel vertrouwen hebt u in Jezus Christus, zijn aanwezigheid tijdens de verdrukking? Dat is de vraag. Daar moet u mee aan het werk. Daar moeten wij allemaal mee aan het werk. Daar moeten we kracht voor smeken. Nu. Nu het nog niet te laat is. Nu kan dat gebeuren, straks niet. Het karakter kunnen wij alleen maar ontwikkelen in deze tijd. En het zal zich openbaren in een crisistijd. Let daar goed voor op, lieve mensen. Ik kan u niet meer dan waarschuwen. Wij kunnen alleen maar door de Bijbel ingaan. En u zult zien dat ook de 144.000 een hele bijzondere proef nog krijgt. Maar dit ging dan heel specifiek over. Godskinderen die uit die gevallen kerken moeten komen, die een keuze moeten maken, en ook die heersers die een keuze nog kunnen maken. Hij heeft Nebuchadnezzar ook gedaan en een goede keuze gemaakt. Hij was getuigen voor God die wereldheersers die er nog zullen bestaan tussen het uitvaardigen van de zonneswet en het sluiten van de genade deur, het moment. Dat de zeven plagen uitbreken. Die hebben nog keuze. Die kunnen nog een keuze maken. De keuze is aan en ieder. Lieve mensen. Het is zo geweldig dat wij dit mogen verstaan. En als u dit verstaan wilt en gaat. Dan kan ik alleen maar tegen u zeggen. Doe er alles aan om erbij te kunnen en te mogen zijn. Dan zien we elkaar er weer terug. In alle eeuwigheid in de hemel. Prachtig toch. In eeuwigheid. Dat is lang. Wat is dan nog tachtig jaar? Wat is dan nog martelaarschap? Maakt toch allemaal niet uit. Bent u het met me eens? Laten we samen God danken en bidden. Dat we dit in ons hart mee mogen nemen. En erover nadenken en er iets mee gaan doen. Ons karakter veranderen. Geweldig. Wilt u samen met me mee danken en bidden. Lieve goede getrouwe God de Vader. Dank u wel dat u met uw heilige geest bij ons wou zijn. Dat u ons kracht wou geven. Bij ons wou zijn door uw Heilige Geest, omdat wij op deze manier het goed kunnen verstaan. Niet door onszelf. Uit onszelf kunnen we niets. Ik ook niet. U bent degene die het willende werken moet doen. Kom daarom met grote kracht over uw kinderen, dat ze de juiste keuzes kunnen en mogen maken. Dat we klaar mogen staan en bereid mogen zijn om die vuurproef met open ogen tegemoet mogen gaan, omdat we weten wat er staat te gebeuren, omdat u ons hebt voorbereid daarin. Lieve Heer Jezus, eeuwig, eeuwig dank daarvoor. Voor uw onfeilbaar woord, voor uw heilsplan, uw verlossingsplan, in ons hart gegeven. Kom daar met grote kracht bij uw kinderen thuis, uw oprechte kinderen. Wilt u ook bij mij zijn, want wij kunnen zelf niets. U bent het niet, willen en werken maar doen. Zo dus leggen we alles weer voor u neer. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit uw grote genade, uw grote liefde en uw trouw. En omdat u ook door die vuurproeven heen bent gegaan, op goocheltaal, lieve Heer Jezus. En lieve Vader in Hemel, daarvoor bidden we alles. Om Christus, om Christus Jezus, onzicht, liefde, eerste naam. Amen. Lieve mensen, lieve broeders en zusters, die zitten in alle kerken, oprechte kinderen van God. Zie de presentatie nog eens in alle rust, onder gebed, dat weet u. En dan zult u ook begrijpen dat u het kunt samen met uw Heer, met onze Heer. Ik wens u ook vanaf deze kant Gods onmisbare zegen en het verder onderzoeken van Gods onvuilbaar woord. En ook Gods onmisbare liefde. En graag tot ziens.